Binnen de gemeenschap van de Anton de Kom Universiteit is er gisteren stilgestaan bij twee uitzonderlijke mijlpalen. Het bestuur van de Academic Journal heeft stilgestaan bij hun 12,5-jarig bestaan. De Academic Journal is een online platform waar academici van de universiteit wetenschappelijke artikelen publiceren in het Nederlands, Engels en Portugees. Jack Menke, voorzitter van de redactieraad van de Academic Journal, haalde aan dat het doel van de Academic Journal is om publicaties van Surinaamse wetenschappers toegankelijk te maken voor zowel Suriname als de rest van de wereld. En dat was een no film omdat Suriname, als het niet bekend is bij heel veel mensen, we zijn een van de 14 landen op het continent van Zuid-Amerika. Maar voor mij zijn we academisch toch wel het meest geïsoleerd. Dus het was heel belangrijk om die stap te doen, want publicaties, dat is eigenlijk net een diplomatiek kanaal. Het is een open channel om te communiceren met het buitenland, met de omliggende wereld, maar ook met mensen in je eigen Surinaamse samenleving. En ik moet zeggen, we zijn erin geslaagd om in die 12,5 jaar 107 publicaties te produceren, te plaatsen. En het bijzondere is dat ongeveer 3/4 van die publicaties zijn in de Engelse taal. Weet je, dus dat voor grote toegankelijkheid voor mensen buiten Suriname. De bibliotheek van de Adecus bestond gisteren ook 39 jaar. Om het 40ste jaar groots te vieren, heeft gisteren ook de inluiding van het 40-jarig bestaan plaatsgevonden. Tanya Sitaram, directeur van de bibliotheek, zegt dat in aanloop naar het 40-jarig jubileum er diverse activiteiten gehouden zullen worden. De mini-expo is er één van. We hebben een bescheiden kleine expo op een paar panelen, waarbij we laten zien vanaf jaren 0 tot 39 wat is er gedaan allemaal. Het is niet alleen boeken opslaan, maar we hebben ook trainingen verzorgd, exposities gehouden, lezingen gehouden. En als er dan geen know-how was daarvan bij de gemeenschap, dan zien ze dat ook op onze expo. Natuurlijk volgend jaar willen we het groots doen, dat je kan zien. Wat zijn die verschillende ontwikkelingen? Willen we per jaar op verschillende panelen aangeven? Dat wordt wel groter dan vandaag. En we willen 40 jaar niet voorbij laten gaan. Dat is een belangrijke mijlpaal. Dus we denken inderdaad om op weg naar 40 jaar en niet wachten op onze 40 jaar, maar op weg ernaar enkele activiteiten te organiseren waarbij we onze doelgroepen bij betrekken. Het is niet alleen voor ons als personeel, maar ook alle studenten, docenten, academici, wetenschappers en andere geïnteresseerden. Belangrijk dat er zo'n enige wetenschappelijke bibliotheek is waar ze wetenschappelijke informatie kunnen halen. Het bestuur van de Academic Journal en de Adecus Bibliotheek hebben gisteren ook een begin gemaakt om elkaar voornamelijk op het gebied van technologie te ondersteunen.